stond op set met Céline Michiel voor de Céline en Michiel film. Let's talk about that. What's up guys, it's your boy Jetter hier. Welkom weer eens een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het een iets ander soort video. Ik ga niet reageren op iets. Ik ga niet... geen parodie maken. Het is echt gewoon een kleine soort van storytime, I guess. Want het was een hele rare ervaring. En ik wist niet dat ik er shit van mocht zeggen. Maar het is niet officieel. Het is uitgebracht. Céline en Michiel krijgen hun eigen film. En ik wist dit een week op voorhand. Door een hele rare coincidence. Laten we beginnen met het verhaal. Let's go. Zoals sommigen van jullie weten, doe ik graag figuraties. Waar dus voor kan zorgen dat ik bijvoorbeeld op de achtergrond sta bij een programma op tv of zo. Ik bedoel, ik heb al meegedaan aan Andere Mans Zaken, waar ik veel comments over heb gekregen. Of een keer bij De Ideale Wereld. En nog andere shit dat ik misschien zelfs niet meer herinner. Maar al dat soort zooi, dat doe ik dus. En ik ben er eigenlijk mee begonnen, omdat mijn oma dat deed. Dankzij mijn oma ben ik beginnen figureren, et cetera. Maar zij doet dat dus ook. Nu, zij had laatst een figuratie. Of eigenlijk eer haar auto werd gebruikt voor een bepaalde film. Het was een jongerenfilm. Zo stond erop. Er stond niet wat het was. Er stond gewoon jongerenfilm. En zij had mij gevraagd hoe ik mee wou gaan. Ik bedoel, ik doe een filmrichting. Of... ik deed een filmrichting? Auw. Ik deed een filmrichting en mijn oma was van, hey, wilt jij meekomen? Dan kun je nog een keer zien hoe een set eruit ziet, et cetera. Dus ja, ik ben gewoon meegegaan. Ik dacht ook van, kijk, anders moet ik daar helemaal alleen staan op een jongerenfilm set of zo, ik weet niet. Dan is dat toffer als iemand bij haar heeft. Dus ik was meegegaan. Helemaal naar fucking Sint-Truiden. Of course moet die film opgenomen worden in Limburg. En we komen daar aan. We weten nog steeds niet wat het ging zijn. We dachten gewoon uit, dit wordt een soort van filmset. En er zijn een of andere oude school met allemaal schoolgirls en shit. Beetje raar, maar... we gaan gewoon, ik sta bij die figurantenruimte, ik zit daar gewoon een beetje te kijken naar de catering met everyday cola en koekjes. En ik denk vanuit, ik ga eventjes naar het toilet. Dus ik ga naar het toilet. I do my business. Ik kom uit het toilet. Wie de fuck staat er daar ineens voor mijn neus? Zo'n kanker. Lange gast van 9 meter. Het was de lange dude van Semi. Ik was van, wat dan? Ik heb een diss-track op u gemaakt. Ik wist niet wat de fucking moest doen. Want het was een professionele filmset. Dus ik ga niet tegen Céline Michiel beginnen praten. En van, ik ga geen hele huisslag gooien van... ik sta niet achter wat jij doet. Het is een filmset. Ik wil niks negatiefs naar die crew doen. Want dat zijn aardige guys. Het ging gewoon... fucking Michiel stond daar. Ik heb video's van... dat ik er was. Ik mag ze niet laten zien, denk ik. Ik heb niks getekend, aangezien ik daar zelf niet was als figuratie. Maar ja, het is wel gewoon respect. Ik ga niks laten zien van de video's die ik heb. Maar ik heb wel direct mijn ervaring gewoon. En ik heb berichten van dat ik naar vrienden stuur van... yo, what the fuck. Michiel van Céline, Michiel staat hier gewoon. Dus ik ga zo... terug naar de figurantenruimte. Ik was net gaan plassen. En ik kom zo terug bij mijn oma. Ik moest echt volledig mijn lachen houden. En dan dacht ik zo, wat is er zo grappig? Ik zei van, oma, ik had niet gezegd dat dit een film was voor Céline Michiel. Nou, uiteindelijk, ik ging naar buiten. Want ja, ze gingen dus uiteindelijk de scène filmen. Dus wij gaan naar buiten om gewoon eigenlijk mee de scène te volgen. We zijn daar toch. Ik was gewoon aan het kijken bij de crew, waar ging ik staan. Ik ben uiteindelijk letterlijk, ik stond letterlijk gewoon naast Michiel en zo. Weten ze van, ik heb deze guy volledig gevuurd in een diss track 2 jaar geleden of een jaar geleden. En nu sta ik naast hem op de set van zijn film. Ik wou iets zeggen, ik wou hem aanspreken, ik wou het zo graag. Ik wou hem gewoon zo zeggen van dat ik hem haat. En dat ik wat hij doet niet apprecieer. En dat ik het niet respecteer wat hij doet. En dat ze geld willen krijgen aan kinderen, et cetera. Wat niet legitiem is, op een niet legitieme manier op YouTube. Ik wou het er aanspreken, maar het was een professionele set. Dus ik wou niemand van de crew eigenlijk gewoon belasten door te praten tegen de acteurs. Ik ken er een paar, eigenlijk 1 of 2 mensen van de crew. Dus ja, dat is zo disrespectvol naar hun toe dan. Dus ik stond gewoon naast fucking Michiel en ik mocht niks zeggen. Ik was op een hele benarde situatie. Maar hey, I kept it professional. I didn't say shit. Ik wou nog zo vragen voor een video op te nemen. Zo van, hey, kunnen we even lockdown 2 doen? En dat ik dan zo lockdown 3 van Glenn of deed of zo. Leek me heel grappig. Maar wij kijken dus naar de scène. Het was een of andere rare oude school. En fucking Céline komt daar buiten in haar fucking schoolgirl outfit. Ik dacht zo van, what the fuck? Céline in een schoolgirl outfit. Een volwassen chick van, ik weet niet, 26 of zo. Ik weet niet waar de leeftijd is, maar zo'n 26-jarige chick. In een schoolgirl outfit. Meestal skip ik die deel van de video. Kijk, weet je, kan gebeuren. Ik stond er gewoon bij te kijken van, what the fuck is dit voor shit? Wat is deze acting? Het acting was echt hetzelfde als like, in een parodie. Zou ik eigenlijk zo dezelfde soort video maken van de semi-film als dat ik heb gedaan met de slimefilm? Ik denk dat dat nog wel een amusante video kan worden. Kijk, weet je, mijn trouwdag, normale kledij, de semi-film, pull-up in suit, weet je. Vond je dit nu een leuke video? Druk dan zeker even op like. Wat kan er beter? Zet in de reacties en ik zie je later, mensen. Laters. Young Mars, ik heb hoger dan SpaceX. This is the real life.
of Rick and Morty, ik heb SpaceX. Ben een Mars met de bitches in een feestend. Politie zoekt mij, denk het waar ik in LA ben.